Ik zat op het moment een heel leuk idee te verzinnen. En ik weet niet of jij erin staat. Gaat het werken? Nee? Hallo? Super tof dat je kijkt naar Glun Hill Vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker, net lekker gedoucht. Misschien kun je zien dat mijn haren nat zijn. En kan je wel eten. Maar wat ik eerst ga doen is lekker rolgordijnen opengooien. En lekker wakker worden. En ik ga vanmiddag naar iemands verjaardag toe. En dan gaan jullie zo meteen al horen en zien. Want iemand is, nou niet vandaag, maar volgende week, de 23e als ik goed heb, jarig. Maar we gaan even Ganja eten geven. Want ik heb trek. Dus laten we die even eten geven. Hé Ganja? Ja hè? Je hebt trek. Of honger? Zo. Ik ga even nooit veel altijd. Want even delicat. Ja, alsjeblieft jongen. En dan ga ik lekker een beetje wakker worden. En dan klaarmaken om vanmiddag weg te gaan. En waarheen ga je nu zo meteen wel zien. Eerst even lekker haren kammen. En lekker is, heb je gedoucht. Ik vind altijd lekker in de ochtend te douchen. Altijd. Ik heb dat standaard gedaan. En dan blijf ik houden dat ik elke dag dan ga douchen. Altijd al gedaan toen we al klein was aan. En doe ik nog steeds. Het is ook gewoon lekker wakker te worden. En ik heb een cadeautje voor iemand. En dat zit hierin. Wat ik nu ga doen, ik ga opnieuw de cola doen. Ga ik hele cola nu inschenken. In de wc, want ja, ik heb een keer eerder over gevlogd gehad. En dan gaan we even die cola inschenken in de wc. Ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Ik ga mijn camera neerzetten hier zo. Hoppakee, en dan ga ik op mijn knieën. Draai ik even de top open. Zo. Want ik heb deze cola heb ik trouwens ook nog laten vallen. Is. Maar dan gaan we even hele meel schenken. Zo. Zo. Want dat, ik had een reactie erover gehad. Dat hele cola erin moest. Nou, dat doe ik dan niet meer. Er zit nog schuim in ook nog. Zo, die zit helemaal bomvol. En dan ga ik dadelijk naar iemand toe. En dat is naar Rick. Want die is volgende week jarig alweer. Dus dan gaan we daarheen en om zijn verjaardag te vieren. Tussen de tussentijd dat ik daar ben, laat ik hem even zo lekker gaan. En tussentijd heb ik ook nog even wat anders gedaan. En dat is een lekker video geëdit. En die staat nu in de render. Dus daar gaan we ook op wachten. Dus gaan we dadelijk naar Rick toe. Dus over een half uurtje waar we klaar voor maken om lekker naar Rick toe te gaan. En ik heb nog een cadeautje voor hem. En dat is dit. En dan krijg ik ook nog. Dus ik ben benieuwd wat zijn reactie is. Dus dan gaan we dadelijk wel even zien hoe zijn reactie is. Voordat ik naar Rick ga, ga ik nog iets zeggen. Zoals misschien jullie hebben gehoord of voorbij komen op internet of wat dan ook. Willen ze supermarkten sluiten op kerstdagen? Ik kan een antwoord op geven. Mijn antwoord is, ik heb vaak op voor kerstdagen gewerkt. Kerstavond werk ik heel altijd. En de drukte ben ik helemaal aan gewend. Maakt niet uit. En rust, dat supermarkten mensen rust krijgen, onnodig. Ik vind het onnodig. Het heeft helemaal geen nut. Ik ben nog helemaal fit en wat dan ook. Ik heb gewoon heel veel energie altijd. Ben ik klaar met werken. Dat ik eventjes een beetje inkakje heb. Dus even een paar uurtjes zitten. En ik ben er weer helemaal weer bij. Nou. Prima. Klaar. Opgelost. Dat wil ik even zeggen. Ik vind het belangrijk om mening te geven wat ik ervan vind. Maar ik denk dat het niet te maken heeft met supermarkt mensen. Maar ja, wat zou het dan wel zijn? Laat jullie weten. Ik denk dat we maken.
Nee. Als jij nou het leukste smoes verzint dat ik heel even bij mijn thuis ben. Kan jij eten geven? Ja? Dan gaan we op die manier spelen. Maar ik ga open doen. Of ja, nee, jij moet eigenlijk open doen inderdaad. Want dan kan ik... Nou, ik kan wel een voordeur openmaken en ik ga dan in de badkamer. Zoiets. Ja, kom. Gaan we even bekijken wat we gaan doen. Dan gaan we nog over hebben tussen... We zitten toevallig ook een filmpje kijken. Johnny English. Zo geniaal. Hij speelt ook al Mr. Bean. Ongelooflijk leuk om te kijken. En we gaan zo meteen wel zien. Dan ga je het nu zien. Hallo. Hey, hij duikt wel niet. Druk gewoon niet, hè? Wat verdomme. Helaas. Je hebt dat er ook niet in ook, hè? Mislukt. Maar ja. Dan gaan we dus helaas mislukt. Ja, nou, hij zei het al. Je hebt toch gelijk, Rick. Maar gaan we weer verder lekker filmen. Wat is zo ongelooflijk jammer dat Jasmijn niet in is getrapt.